Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. We gaan de formule voor rendement er eens bij pakken. En omdat we hier te maken hebben met auto's die een arbeid uitoefenen, eh, heb ik hem in deze vorm opgeschreven. En voor arbeid eh, geldt natuurlijk ook, als de auto een mooie rechte lijn eh, naar voren beweegt, dat het gelijk is van f mal s. Wat krijgen we nu gegeven? We krijgen gegeven dat auto 2 een drie keer zo grote afstand aflegt eh, op dezelfde hoeveelheid energie als auto 1. Dus die krijgen we erbij. Als ik deze formule voor auto 1 ga invullen, dan krijg ik het volgende eruit, want het rendement van auto 1 is bekend. Ik kan hetzelfde doen voor auto 2. Wat ik nu ga doen, is in de onderste vergelijking S2 vervangen door 3 keer S1, want auto 2 rijdt 3 keer zover uh, met dezelfde energie als auto 1. Dan krijgen we deze vergelijking. Ik kan die 3 ervoor zetten. En wat er nu staat, is eigenlijk niets anders dan 3 keer. Wat er hoort bij het rendement van auto 1. Kijk maar in de regel daarboven. Dus hier staat eigenlijk dat het rendement van auto 2 gelijk is aan 3 keer het rendement van auto 1, oftewel 0,90. Vraag 2. In deze vraag gaan we benzine verbranden, daar hebben we deze vergelijking voor. Um, we moeten ook werken met uh, rendement. En voor rendement geldt dat die gelijk is aan de arbeid gedeeld door de energie die, die erin stopt. Ja, welke energie stop je erin? Dat is die verbrandingsenergie die vrijkomt. Dus dan krijg ik uh, de volgende vergelijking. Nu moeten we iets gaan zeggen over brandstofverbruik. Dat is hoofdletter V: het volume dat je nodig hebt aan, uh, aan benzine. Dus we gaan deze formule nu even omschrijven. Dan krijgen we hem in deze vorm. Ja, nu gaan we even kijken wat ook alweer gegeven stond in de vraag. We gaan twee auto's met elkaar vergelijken. Verbrandingswarmte van de brandstof van auto 2, die is twee keer zo hoog als die van auto 1. En verbrandingswarmte is eigenlijk hetzelfde als de stookwaarde. En we krijgen ook gegeven dat het rendement van auto 2 twee keer zo klein is als het rendement van auto 1. Als we de formule invullen voor auto 1, dan krijgen we deze vergelijking. Voor auto 2. Wordt dat deze vergelijking. En wat ik nu in de onderste vergelijking ga doen is ik ga verbrandingswarmte RV2 ga ik vervangen door twee keer de verbrandingswarmte van auto 1. Ik ga ook vervangen uh, de, het rendement 2 door de helft van het rendement van 1. Nu staat er onder de streep twee keer en ook gedeeld door 2. Ja die vallen natuurlijk tegen elkaar weg. En ik krijg precies hetzelfde als wat ik eruit kreeg bij auto 1. Oftewel, auto 2 zal evenveel brandstof verbruiken als auto 1. Vraag 3. Ja, bij deze vraag is het erg handig om deze formule bij te pakken: die geeft de relatie tussen het vermogen van in dit geval de, de motor van de auto. De kracht die geleverd wordt en de snelheid waarmee de auto beweegt. Maar laten we eerst eens even kijken wat gebeurt er gebeurt met eh, een auto die aan het rijden is. Ja, die zal natuurlijk eh, een wrijvingskracht ondervinden eh, en die zal ook een motorkracht hebben. Op het moment dat je flink gas gaat geven, dan zal die motorkracht groter worden en die zal dus ook groter worden dan de wrijvingskracht. Daardoor zal er een resulterende kracht op de auto gaan werken die groter is dan nul. En daardoor zal de snelheid ook toenemen. Nu gaan we eens kijken naar de formule: p is f mal v. In dit geval is het dus de motorkracht mal v. We kregen gegeven dat het vermogen p van de auto constant is. Als de snelheid van de auto gaat toenemen, dan houdt dat dus in dat de motorkracht kleiner gaat worden. En we hebben ook meteen het antwoord op de vraag. Maar laten we even kijken wat er nu met de auto gebeurt uh, als je gas aan het geven bent. De motorkracht wordt dus kleiner, maar er is nog steeds een resulterende kracht naar voren. Als de snelheid groter wordt, dan wordt natuurlijk de wrijvingskracht ook groter. En als je dus maar lang genoeg gas geeft, dan zul je op een gegeven moment uh, erachter komen dat de auto ook weer met een constante snelheid uh, door gaat rijden, want op een gegeven moment zal de motorkracht weer even groot zijn geworden. Als de wrijvingskracht. Vraag 4. Ook deze vraag gaat weer over rendement. Ik heb even de formule erbij gepakt. We gaan uh, koelkasten met elkaar vergelijken. Ik heb er eventjes drie tekeningetjes bij gezet. Aan de linkerkant is de oude koelkast, in het midden de Klasse C koelkast en aan de rechterkant de nieuwe koelkast. In de vraag was gegeven dat alle drie de koelkasten dezelfde hoeveelheid energie omzetten in een nuttige vorm. Dat betekent ook meteen dat bij de oude koelkast er dus veel meer energieverlies zal zijn dan bij de nieuwere koelkasten. En dat kun je ook in het plaatje zien. We gaan eens even de formule bekijken. Omdat die e nuttig voor alle drie de koelkasten hetzelfde is, kan ik die uh, zien als een constante. En kan ik de uh, formule omschrijven tot deze formule. En dan zie je meteen dat er een relatie is tussen de grootte van het rendement en hoeveel energie die erin stopt. Dat is een omgekeerd evenredige relatie. Ik ga het dus bij uh, de klasse A koelkasten uitdrukken in getallen. Daar moet ik 100 kWh uh, per jaar instoppen. Uh, het rendement is dan ook gelijk aan 1 gedeelte 100 kWh na een constante. En hoe groot die constant is, dat is hier totaal niet van belang, want uiteindelijk ben ik die drie koelkasten met elkaar aan het vergelijken. Als ik dat bij de klasse C koelkast doe, dan komt er uit n is 0,0067 maal die constante, en bij de 15 jaar oude koelkast 0,0033 maal de constante. Als ik ga kijken naar de verhoudingen van de rendementen, dan is de verhouding als volgt: die is 33 staat tot 67 staat tot 100. Vraag 5. Ja, ook hier is het erg handig om de formule P is F mal V erbij te pakken. F is in dit geval de voorwaartskracht die de fietser kan ontwikkelen. Ja, op het moment dat een fietser met een constante snelheid beweegt dan zal die voorwaartse kracht even groot zijn als de wrijvingskracht op de fietser. En we mochten de rolwrijving verwaarlozen in deze vraag. Dus de voorwaartse kracht zal even groot zijn als de luchtwrijvingskracht. En voor de luchtwrijvingskracht heb ik een formule. En ik heb niet eens de hele formule nodig. Het enige wat ik wel nodig heb, is dat de relatie tussen de luchtwrijvingskracht en de snelheid, dat dat een kwadratisch verband is. Als ik nu het vermogen ga uitrekenen dat deze fietser moet ontwikkelen, dat vermogen is dus de kracht maal de snelheid. Dan krijg ik voor het vermogen dat dat gelijk is aan een constante maal v tot de macht 3. Anders gezegd, het verband tussen vermogen en snelheid is een derde machtsfunctie. Nu ga ik eens kijken naar de snelheid. Ik wil die snelheid 10% verhogen. Dat wil zeggen dat ik die v 1,1 maal zo groot wil maken. Wat gebeurt er dan met het vermogen P? Nou, dat is een derde machtsverband uh, tussen die twee. De grootte van P zal 1,1 tot de macht 3 maal zo groot worden. Dit betekent dat P 1,33 maal zo groot moet zijn. En dat houdt dus ook in dat deze wielrenster 33% meer vermogen moet uh, leveren om 10% harder te gaan.